Hoi, leuk dat je kijkt naar een video van mij. Ik heb vandaag een video review voor jullie. Dat betekent dat ik een look ga maken en een review in één ga doen. De review die het wordt is van deze make-up box van de Action. En ik ga jullie hier zometeen meer over vertellen. En hier ga ik dus een video review van maken. Dus als je benieuwd bent naar deze box, dan zou ik zeggen blijf gezellig kijken. Zoals ik al zei, dit is de box. Deze is van de Action. Hier zie je al een klein beetje hoe de box is opgebouwd. Ik haal deze nu af. Het is van Max & More. Dit is het make-up merk van de Action. En deze box die was €5,50. En ja, ik ben hier zelf heel erg benieuwd naar. Ik ga hem even openmaken. En dan zie je eigenlijk de box. Oh, ik heb hier die grote plaat. Die ga ik nu even loslaten. Even tussen uithalen. Wat het opvalt is eigenlijk dat er ook een spiegel in zit. Dat vind ik wel super handig. En ja, er zit lipstick in. Er zit nagellak in. Twee blushes. Oogschaduw. En er zit ook poeder in. En een mascara zie ik en twee eyeliners. Dus ja, het is een hele goed gevulde box. En ik ga eventjes zometeen wat swatches laten zien. Wat ik er even bij wil vermelden is dat je eigenlijk eventjes, als je deze box wilt aanschaffen, dat je eigenlijk even in de winkel moet checken of dat die al gebruikt is. Want er waren gewoon heel veel boxen die waren gewoon al, of er waren al swatches mee gemaakt. Of het hele box zat al onder de poeder. Nou ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus dat is iets minder fris ook. Iets minder hygiënisch. Dus ja, let daar even op. Ik denk ook dat je dat vooral kunt zien als dit omhulsel er niet meer omheen zit. Of hij is los. En er waren gewoon al heel veel boxen waar deze niet meer omheen zat. En dan kon ik eigenlijk al aan zien dat ze al gebruikt waren. Dus dat is een tip die ik in ieder geval even wil vermelden. Ik ga nu deze twee blushjes ga ik eerst even swatchen. Daarvoor zet ik eventjes de box neer, omdat ik het anders niet zo goed in beeld krijg. Hier zijn dan de twee swatches. De donkere en de lichte. Dit is de lichte en dit is de donkere. Ik vind het pigment eigenlijk best wel heel erg goed. Het is heel duidelijk. De lichtere die heeft ja, gewoon de lichtere kleur. Dus hij heeft niet heel erg veel moeite om, om zich te laten zien. De donkere valt natuurlijk meteen het meeste op. Maar ja, eigenlijk vind ik het pigment wel heel erg goed van de blushes. Dan heb ik de twee poeders geswatcht. Deze is toch iets minder zichtbaar dan deze. Deze bevat meer pigment, maar die zou je dus ook heel goed als een bronzer kunnen gebruiken. Dan is dit de lichtste swatch. En dit is de donkere swatch. Ja, dat kun je denk ik ook eigenlijk al wel vrijwel zien aan de kleuren. Dus ja, op zich vind ik, tot nu toe vind ik eigenlijk niks mis met het pigment. Deze had wat meer zichtbaar kunnen zijn. Maar ik denk dat het toch wel komt vanwege de lichte kleur. Dan heb ik wat oogschaduw geswatcht uit de Nude kant, om het maar even zo te noemen. En ik heb hier vier kleuren van gepakt. Deze, de lichtere, de goudachtige. Dan heb ik hier nog een beetje soort goud en heb ik hier een hele donkere kleur. Die vier kleuren heb ik geswatcht. Het pigment is op zich goed. Het roze pigment vind ik niet zo heel goed. Maar van de goudtinten en de donkere tinten vind ik het wel heel erg opvallend. En dat vind ik wel ja, toch wel heel erg bijzonder voor zo'n budgetmerk. Vier swatches heb ik ook gemaakt van de blauwe tinten. Ik heb de groene gebruikt, de lichtblauwe, de grijze en de zwartachtige. En ook over deze swatches ben ik eigenlijk best wel tevreden. De blauwe die springt er echt uit. Die vind ik echt super mooi. En ook de andere kleuren zijn eigenlijk best wel goed zichtbaar. Dus eigenlijk heb ik niks te klagen over, over het pigment van de oogschaduws. Dan heb ik hier de twee eyelinertjes. Er zit een bruine bij en een zwarte.
Deze ga ik ook eventjes swatchen. Nou, bruin vind ik nog niet eens heel erg bijzonder. Had iets meer pigment in kunnen zitten, maar goed. Zwart. Ja, de zwarte die valt er dan wat dat betreft, knalt hij er wel weer echt uit. Het zijn ook potloodjes die je zelf kunt bijslijpen. Zou ik dit persoonlijk eigenlijk eerder als een oogpotlood gebruiken voor op de waterlijn dan als een eyeliner. Maar goed, ze hebben de aanduiding eyeliner. Maar ik zal straks eventjes gaan kijken of ik ze daar ook voor ga gebruiken. Maar zoals je kunt zien is dit bruin en dit zwart. De bruine ben ik iets minder tevreden over. De zwarte vind ik gewoon eigenlijk goed. Dan de lipsticks. Het zijn twee lipsticks. Eén is echt donkerrood. En één is meer koraalkleur. En deze ga ik ook even swatchen. Ik begin met de koraalkleur. Zoals je ziet moet je best een beetje kracht zetten om er echt kleur uit te krijgen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of dat bij de rode ook zo gaat zijn. Echt goed dekkend vind ik de lipsticks niet. Maar wie weet is het op mijn lippen anders. Maar ja. Het had van mij dekkender mogen zijn. De twee nagellakjes die erin zitten hebben ook eigenlijk een rood kleur en een ja, toch ook wel een zachte persie kleur. Ik draag nu de kleur niet. Dus ik weet niet zo goed wat ik ervan kan verwachten. Maar het zijn op zich wel hele schattige potjes en het is wel een leuke toevoeging aan de box. Vind ik. Er zitten ook hier en daar wat applicatortjes bij. Nou ja, hier zie je een applicator voor de blush. En hier zie je twee sponsapplicators voor de oogschaduw. Ik gebruik zometeen bij de look mijn eigen kwasten. Ik ga de look maken. Ik heb eigenlijk het voorbereidende werk al gedaan. Dus ik heb mijn foundation al aangebracht. Als je benieuwd bent welke foundation ik gebruik. Het is de Stay All Day 16 Hour in de kleur 20 Soft Nude. En deze is gewoon van Essence. Prima foundation. En ik gebruik een Stay Natural Concealer. Ook van Essence. En dit is de kleur Soft Beige. Met kleur nummer 1. Omdat deze producten natuurlijk niet in de box zitten. Heb ik deze al aangebracht. Ik ga de lichtste kleur aanbrengen. Als poeder op mijn gezicht. En ik ben best benieuwd of dat dit een beetje dekkend gaat zijn. Want ik heb niet een hele lichte huid, maar ik ben heel benieuwd. Ik gebruik hiervoor een kwast van de HEMA. Dat is gewoon zo'n grote poederbrush. Je moet het wel even goed aftikken, want het is wel heel poederig. Zodra je erin gaat met je kwast, merk je toch wel dat er heel veel poeder vrijkomt. Dus ik tik de poeder daarom ook even af. Voor onder mijn kin gebruik ik deze Kabuki. Deze komt ook van de HEMA. En daar breng ik wat poeder mee onder mijn kin aan. De donkere poeder ga ik gebruiken als bronzer. En hiervoor gebruik ik een schuin afgesneden kwast. En deze is ook gewoon van de HEMA.
Ik zal gelijk even laten zien hoeveel poeder er vrijkomt bij het aftikken. Dus dit komt er gewoon allemaal eigenlijk vrij. Dus dat ga ik er even gauw afhalen. Ik ga de lichte blushkleur ga ik aanbrengen. En hiervoor gebruik ik een blushkwast. En deze is ook gewoon van Hema. Ik ga er toch echt wel een paar keer overheen, want ik vind hem toch wel echt heel erg licht bij mijn gezicht. In tegenstelling tot de poeder is de blush minder poederig. Ik zie hem toch wel beter dan ik had verwacht, na wat meerdere laagjes. Mijn wenkbrauwen heb ik gedaan met het W7 Brow Parlour palet. Ik heb hier een review over geschreven en ik zal de link even onderin de beschrijving zetten. Als je hier benieuwd naar bent, kun je die even bekijken. Ik ga een look maken met de nude tinten. En deze kleur die is perfect als highlighter, dus die ga ik aanbrengen als highlighter. En die ga ik in mijn ooghoeken gebruiken, zodat je eigenlijk al een beetje een lichtere ooglook krijgt. Hiervoor gebruik ik een vrij puntig kwastje. Deze komt van Ici Paris. Zoals je eigenlijk meteen ziet, wordt je ooglook gelijk een stuk lichter hiervan. En ik vind het eigenlijk prima om hiervoor gewoon eigenlijk een lichtere tinten oogschaduw te gebruiken, zoals deze. En hij heeft ook een kleine glans, dus eigenlijk vind ik hem perfect als highlighter voor in de ooghoeken. Ik ga een ooglook maken met deze twee kleuren. En ik zal hier straks ook nog een derde kleur aan toevoegen. Maar ik begin met deze kleur om aan te brengen over mijn gehele ooglid. Hiervoor gebruik ik een kwastje van, even kijken hoor, de Hema. En dit is gewoon een heel hardig, basic oogschaduwkwastje. Die ik zelf heel graag mag gebruiken. Zo, dit is de lichte kleur. Dan ga ik verder met de donkere kleur. Dat is deze kleur, die ga ik in de arcadeboog aanbrengen. En hiervoor ga ik een kwastje gebruiken van Essence.
Zo. Het valt nu wel echt op. Het pigment is echt super goed. Hij knalt er wel echt uit en dat vind ik echt super mooi. In de buitenste ooghoek ga ik deze grijsachtige kleur blenden. En ja, dit geeft het geheel toch weer nog een wat mooiere uitstraling. En hiervoor gebruik ik ook een blendingskwastje. En deze is gewoon van de HEMA, zodat ik hem eigenlijk heel erg goed kan uitblenden. Breng ook maar heel erg lichtjes aan, want je ziet hier en daar nu vlekken. Maar dat ga ik zo meteen even verhelpen door het uit te vegen. Hiervoor gebruik ik weer een schoon blendingskwastje en deze is van Essence. Zo heb je toch die donkere tinten wat in, maar hij valt niet zo heel erg op. De vlekken onder mijn oog die krijg ik niet zo heel goed weg, dus die haal ik even weg met een reinigingsdoekje. En nou breng ik die highlighter toch nog weer een klein beetje terug, dus die maak ik toch nog weer wat opvallender door nog een laagje aan te brengen, zodat die weer eventjes goed terugkomt. Voilà. Onder mijn oog ga ik ook een beetje oogschaduw aanbrengen. Ik doe dit eigenlijk met een eyeliner kwastje. Deze is van de HEMA. En ik begin in de buitenste oogranden hier breng ik wat van de donkere kleur aan die ik heb aangebracht in de arcadeboog. Zo, dat doe ik ook aan de andere kant. Naar het binnenste ooghoek breng ik dan weer die kleur grijs aan. Dit doe ik weer met een eyeliner penseeltje, deze is van Essence. Ik vind dit hele fijne penseeltjes voor deze look zo. Je hoeft maar een heel klein beetje van te hebben. Zo. Ik vind het al een hele mooie ooglook. De eyeliner mag niet ontbreken. Ik ga proberen of het wil met de eyeliner die in de box zit. Mocht het niet lukken, dan pak ik een van mijn eyeliners uit mijn kast. Maar ik ga het sowieso even proberen. Ik ga voor de zwarte eyeliner. Ja, ik moet dat eventjes weer uit die box krijgen. Ik ga proberen of ik hier een wing mee kan zetten. Het werkt wel, maar toch gebruik ik liever een gel eyeliner. Ik maak deze look nu gewoon af met dit eyelinerpotloodje.
Zo. En dan gaan we zo meteen de mascara aanbrengen. Ik heb onder mijn oog, op mijn waterlijn, nog een beetje oogpotlood aangebracht. Maar het maakt de look toch wel heel erg donker. Maar ik heb deze Long Lasting Eye Pencil van Essence gebruikt. En ja, bij mij mag het eigenlijk in mijn look meestal niet ontbreken. Maar ik vind het op zich niet heel verkeerd staan. Het geeft toch een, ja, ook een wat donkerdere uitstraling nog aan de look. En dat vind ik op zich wel heel erg mooi. De mascara hadden we nog niet echt besproken, maar dit is gewoon een basic mascara die erin zit. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar de mascara. Het is een gewoon borsteltje zo te zien. Ik ga even kijken hoe deze werkt, of dat hij een beetje volume geeft. Eén laagje geeft sowieso niet echt heel veel volume, dus ik ga nog een paar laagjes aanbrengen. En dan ga ik even kijken of die wel volume geeft, maar ik moet even wachten tot het droog is. Nou, ik heb 3 laagjes mascara aangebracht. Ik vond dit, dat hij bij 3 laagjes geeft hij voldoende volume voor mij. Als ik meer laagjes aan zou brengen, krijg ik toch gauw het spinnenpoot effect. En dat vind ik niet zo heel erg mooi, dus ik heb gekozen voor 3 laagjes. Moet ik wel zeggen dat de mascara een beetje klonten achterlaat op mijn wimpers. Dus ik moet wel echt heel snel het uitvegen, zodat het niet echt heel erg gaat klonten en opdrogen en dat soort dingen. Dus dat vind ik wel jammer. Maar goed, ik weet ook niet wat we moeten verwachten van deze budget mascara. Ik vind het al wel heel erg leuk dat ze mascara hebben toegevoegd, maar ik heb wel eens betere mascara's gehad. Laat ik het daarop houden. Ik heb gekozen om de perzikkleurige lip stick aan te brengen. En ik ben heel erg benieuwd of die op mijn lippen beter dekt. Oké, mijn eindconclusie is dat ik de lipstick best wel droog vind. En hij is niet heel erg vet, dat is op zich niet echt, vind ik op zich niet zo heel erg. Anders geeft hij overal af, maar ja, ik vind hem aan de ene kant toch een beetje te erg aan de droge kant. Ook vind ik dat ik hem niet heel goed zie. Dus misschien had ik beter voor de rode kunnen kiezen, maar ja, je kunt wel wat meer kleur creëren door er gewoon vaker over je lippen mee te gaan. Ja, ik vind het toch wel jammer dat hij heel erg droog aanvoelt. Oké, dan gaan we eigenlijk een beetje naar de eindconclusie van deze box. De bijkomende zaken, zoals de mascara en de eyeliner en de lipstick, die vind ik van wat mindere kwaliteit. Daarentegen vind ik dan wel weer het pigment in de blush, de poeder en de oogschaduw super goed. Wat ik jammer vind is dat het wel allemaal heel erg poederig is. Waardoor je dus ook denk ik wel heel erg snel last hebt dat je hele box onder de poeder zit. Maar ik blaas het zelf altijd heel erg weg. Je kunt ook wel zien dat hij best wel putjes achterlaat als je hem gebruikt. Dus dat is misschien wel jammer, maar over het algemeen vind ik het echt wel een hele erg leuke box voor weinig geld. En ook vind ik hem niet heel cheap eruit zien. Het is toch, ja, dat zwart maakt toch een soort van luxe, vind ik zelf. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dan was dit mijn video review. Ik vond het wel heel erg leuk om een keer op deze manier een video op te nemen. En gelijk eigenlijk een review en een look in één te doen. Was nieuw voor me, maar ik vond het eigenlijk wel gewoon, ja, leuk, een keer wat anders. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik zie je eigenlijk gewoon heel snel weer. Doeg!